in hoop. Dus, we kwamen aan bij de vriendschapsboerderij voor een nieuwe hatch. Maar daar zagen we dat alle groenten zomaar verdwenen. Ik zei tegen Lemne dat we haar graag wilden helpen, maar dat we een ei moesten hatchen. Huh? Ik bedoel, natuurlijk helpen we! Dat doen we graag! Door wie of wat zouden onze groenten en ons ei eigenlijk kunnen verdwijnen? Een hatchemal eet het monster natuurlijk. Misschien is dit wel een ei dat heel eigenaardig is. Maar jullie zijn Team Hatch. Helden die de beschermers zijn van ongehatchte eieren en arme, onschuldige, tere groentetuintjes. Dat groentegedeelte zegt me niks. Laat haar even uitpraten. Ze noemt ons helden. Toe, ga door. We moesten kiezen wie van ons in het hol zou kruipen. Dus mijn voorstel was... Dagmet, hij is hier gek op. Om de beste held te worden die ik kan zijn, moet ik wel in leven blijven. Dus nee, dit is een klus voor pinkwalen. Tuurlijk, ik maak overal iets grappigs van. Behalve diepe enge holen. Ik zie geen humor in het donker. Ik niet. Het monster at Draggle op. Ik hoor Draggle. We moeten iets doen en helpen. Vaarwel, Draggle. Ik zal je nooit vergeten. Mag ik je skateboard hebben? En toen hoorde ik dat Draggle moest lachen. Jongens, maak kennis met... Monster! Yep, het monster was een Bunwy. Hoi, Bunwy. Jij bent vast heel ver weg van huis. Je bent altijd welkom op de vriendschapsboerderij. Hij was verdwaald en had blijkbaar honger, dus hij kroop lekker onder de grond en verzamelde groenten. Voor wanneer hij zonder zou zitten. Hij is een echte Bunwy naar mijn hart. En buikje. Hij dacht dat het ei een bloembol was, tot ik opeens langskwam. Later maakte Lemlet een overheerlijke groenteschotel voor ons klaar. Jonge, jonge, ik krijg wel honger van hetje. Waar is die groenteschotel? Opgegeten. Een monster heeft dat vast gedaan. Om precies te zijn, eigenlijk een Draggle. Maar jullie mogen de broccoli hebben.